Hey, leuk dat je luistert naar Dingen Duiden, de podcast over wetenschap, toekomst, zingeving, filosofie, technologie en nog veel meer. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de podcast in iTunes, SoundCloud, Stitcher, Spotify of een andere podcast-app. Ik doe niet aan advertenties, dus mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga ervoor naar patreon.com/Suzanne de Link. Dat zou ik enorm waarderen, maar is uiteraard niet verplicht. De show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzannedelink.nl/podcast. En ben je op zoek naar een dagvoorzitter of moderator voor bij jouw event, dan kun je mij nu inhuren. Neem voor meer informatie een kijkje op suzannedelink.nl. Het onderwerp van deze aflevering is leven. Wat is leven precies? Wat is het verschil tussen iets levenloos en levens? En kun je dat nabouwen in het lab? Daarover ga ik in gesprek met Esther Tholen. Esther studeerde scheikunde en is nu wetenschapsjournalist. Ze publiceerde vorig jaar het boek Makers van Leven, wat gaat over de chemische reacties en processen in alles wat leeft en hoe we dat als inspiratiebron kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld nieuwe materialen, geneesmiddelen en productieprocessen. Daar vertelt Esther in deze aflevering van alles over, maar we hebben het ook over het ontstaan van leven, buitenaards leven en nog veel meer. Een ontzettend fascinerend onderwerp, ook als leek wat betreft chemie zoals ik. Veel luisterplezier. Nou, welkom Esther, leuk dat je er bent. Dank je, leuk. Ja, zou je je even kort willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Esther Tholen. Ik ben freelance wetenschapsjournalist en schrijver en redacteur bij Nemo Kennislink. Dat is de website gelieerd aan het Nemo Science Center in Amsterdam. Ik noem het altijd een beetje het Nemo voor de volwassenen. Ja. En daar hebben we een grote wetenschapsredactie waarmee we eigenlijk wetenschapsbreed nieuws uit de wetenschap brengen, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen of evenementen of voorvallen of kwesties proberen vanuit de wetenschap te verklaren, te duiden, toe te lichten of te ontkrachten, dat ook. Mm-hmm. Daarnaast schrijf ik nog voor een aantal vakbladen. Vooral over chemie, dat is echt mijn veld. Ik heb ook scheikunde gestudeerd en ik schrijf eigenlijk over chemie in alle mogelijke vormen. Het liefst over chemie die iets te maken heeft met leven, maar ook over niet levende chemie ben ik altijd geïnteresseerd om daarin te duiken en iets over te schrijven. En dat doe ik nu al als schrijver zo'n jaar of 17, denk ik. Ben ik zelfstandig schrijver. Eerst veel tekstschrijfwerk gedaan. En de laatste jaren, ook alweer een flink aantal jaren, toch veel meer richting eigen werk. Ja. Ja, je hebt een boek geschreven natuurlijk. Ja, Makers vorig jaar uitgekomen. Van leven, ja. Hoe ben je daar zo ingerold dat je heel erg geïnteresseerd bent in die levende chemie? Want ja. Daar, dat is al wel langer terug gaandeweg. Als je het chemisch onderzoek volgt, dan is naast bijvoorbeeld de chemie van materialen of de chemie van de atmosfeer of de aarde om ons heen, of puur de industriële chemie om nieuwe dingen te maken, is de chemie van alles wat leeft, de biochemie, is gewoon een heel groot onderdeel. Omdat alles wat leeft is ook een opstapeling van chemische reacties. En dat veld is ook enorm gegroeid, al een jaar of 20, 30 denk ik, dat we daar echt serieus in de chemie een enorme veel aandacht voor is. En ik vind dat zelf ook gewoon een heel intrigerend idee om na te denken wat er aan in ons eigen lichaam zich allemaal aan hele basale chemie afspeelt, die zich ook op andere fronten afspeelt, maar in ons lichaam net zo goed. En in alles wat leeft om ons heen. Dus ik vind dat zelf een heel leuk veld. Het heeft ook veel te maken met enerzijds met geneeskunde en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Daarvoor moet je dat natuurlijk goed begrijpen. Maar ook als je nadenkt over hele andere kwesties. Wat kunnen we op een andere manier zaken produceren? Of hoe gaan we om met herbruikbaarheid, die bio-insteek daarbij? Daar komt allemaal chemie bij kijken. En ik vind dat een heel heerlijk veld om over te lezen. Er gebeurt veel in, dus veel nieuws om je in te verdiepen. Ja. Jij houdt je dus bezig met alle ontwikkelingen daarvan en daar schrijf jij dan over op Nemo Kennislink. Ja, ik probeer daar het wetenschappelijke nieuws bij te houden. Ja. En dat is nadrukkelijk bijhouden, want dat is niet te doen voor wie dan ook om al het nieuws wat er verschijnt, alle nieuwe publicaties te lezen. Dat gaat ook helemaal niet. Nee. Maar daarnaast probeer ik ook juist door ander nieuws in hele andere velden te volgen en te kijken waar zit nou die link
met de chemie. Mm. En veel met wetenschappers praten over wat ze doen en waarom ze dat doen en wat ze verwachten. En daar krijg je over het algemeen de leukste ideeën uit. En dan krijg je ook een wat breder beeld over van waar zijn de grote ontwikkelingen nu? Waar liggen de grote vragen? Waar liggen grote kansen? Ja. Dus dat haal je daar meer uit dan door losse publicaties te lezen. Want dat zijn toch vaak detailonderzoeken. Ja. En dat grotere plaatje is veel interessanter, vind ik zelf. En ook voor het bredere publiek. Ja. Is dat waar het om gaat? Ja, precies. Ja. Is er iets wat er recentelijk waarvan je denkt, oeh, dat was een hele interessante ontwikkeling. Of iets waarvan je wat jou opviel? Ja, wat ik de laatste jaren heel erg leuk vind om te volgen. Daar gebeurt ook veel in. En dat gaan we meteen wel in detail in. Maar dat is het ontwikkelen van kunstmatige enzymen. Enzymen zitten in alles wat leeft en die zorgen voor het katalyseren van chemische reacties. En een katalysator is een stof die je gebruikt om een reactie te versnellen. En die gebruiken we in de industrie heel veel om de productie van alles wat daar wordt gemaakt te versnellen. En je kent ze natuurlijk ook, de meeste mensen zullen het kennen uit hun auto. Katalysatoren in de uitlaat om de uitlaatgassen om te zetten in minder schadelijke stoffen. Nou, in je lichaam. En stikt het ook van de enzymen. En die zijn heel goed om heel specifiek iets te doen. Dus die kunnen heel gericht één reactie versnellen. Waardoor je daar enorme invloed hebt op wat er gebeurt. En die kracht proberen wetenschappers al langer na te bootsen in katalysatoren om zelf te maken. Om dus die kracht van de biologie te combineren met het vernieuwende van de chemie. Dat we die misschien kunnen gebruiken om in bacteriën of schimmels die nu ook wel worden gebruikt om bijvoorbeeld geneesmiddelen te produceren, om dat nog veel gerichter en veel sneller te doen en die nog veel meer nieuwe stoffen te laten maken die van nature ze niet maken, maar dankzij zo'n kunstmatig enzym wel kunnen. Dan kun je naar een hele efficiënte en veel vriendelijker productie, vaak in water, bij lagere temperaturen. En dat is een veld waar in mijn ogen hele grote stappen worden gezet en waar we ook echt iets aan gaan hebben op niet eens zo'n hele lange termijn. Okay. Dat vind ik een onwijs interessante ontwikkeling, waarbij die velden heel goed samenkomen. Ja, dus echt een deel kunstmatig. Ja. Dus wat er eigenlijk al is, maar dat dan dus in het lab gaan ontwikkelen. Zodat ja, we dat ideeën uit de natuur gebruiken. Ja. Om te kijken van kunnen we dat nou zo aanpassen dat het net dat andere doet wat we graag willen. Of dat het net nog iets sneller kan. Of dat het bij in net iets andere omstandigheden kan. Dus dat je echt die basis van dat natuurlijke systeem gebruikt en op basis daarvan gaat proberen het net iets anders te laten doen. Interessant. En ik vind dat een heel interessant veld. Ja, en daar schrijf jij ook over. Daar schrijf ik inderdaad. Vind ik altijd heel erg leuk als daar iets nieuws over verschijnt. Mm. Maar in dit veld gebeurt zo ontzettend veel dat je aan ideeën geen gebrek aan ideeën voor artikelen. Nee, dat is echt niet heel moeilijk. Nee, okay, mooi. Ja. En je hebt natuurlijk vorig jaar dan je boek Makers van Leven gepubliceerd, of die is toen uitgebracht. En dat gaat eigenlijk over het ontstaan van leven en hoe wetenschappers leven proberen te na te bootsen of te bouwen in het laboratorium. Waarom wil jij graag weten hoe het leven is ontstaan? Heb jij daar een persoonlijke reden voor of is dat gewoon die interesse voor levende chemie? Het is Ik vind het zelf een hele intrigerende vraag. Simpelweg omdat we dat nog steeds niet weten. Mm-hmm. Yeah. Dat vind ik heel, heel prikkelend. We weten heel erg veel over hoe het leven werkt. Ook heel veel nog niet, maar heel veel ook wel. We hebben ook best een goed idee over de evolutie. Dus hoe we van het allereerste leven tot nu zijn geraakt. Met die enorme diversiteit aan levensvormen. Daar hebben we echt wel een goed idee van. We hebben tegelijkertijd ook best een aardig beeld van het ontstaan van de aarde en de andere planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel. En we weten veel over sterrenstelsels en ook best al wel wat over het universum als geheel. Maar daartussenin zit gewoon echt nog een gat. En ik noem dat altijd, het zit eigenlijk een gat tussen oerknal en evolutie. Ja. Van oerknal tot aarde hebben we best een aardig beeld. En van eerste leven tot nu hebben we ook al best een aardig beeld. Maar daartussenin zit dus een gat. Dus we hadden de aarde als levenloos geheel. En toen was er een aarde vol leven. Maar die stap daartussen, van niet leven naar wel leven, daar hebben we echt
nog geen goed beeld van. Hm. En dat vind ik ook heel intrigerend, dat we dat nog steeds niet weten. Ja, ja, want er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan, ja. maar er is nog geen antwoord. Of is daar wel iets over te zeggen al? Nee, eigenlijk niet. Daar kan je... mensen die beweren dat, dat we dat al weten of dat zij dat al weten, nee. En er zitten heel veel haken en ogen aan. Eén is natuurlijk, als je het puur wetenschappelijk bekijkt, is dat het heel moeilijk is om die vraag te stellen. Want je kunt niet meer echt met een echt experiment het nog een keer doen om aan te tonen dat het echt zo ooit is gegaan. Dat zal niet gaan lukken. En ook andere experimenten, dat je natuurlijk wel probeert iets vergelijkbaars te doen, van niet leven naar leven te gaan, dat is experimenteel nog niet gelukt. Dus in die zin kunnen we dat nog niet bewijzen. Tegelijkertijd zijn er ook echt wel serieuze aanknopingspunten om verder onderzoek na te doen. Maar puur de echt het historische moment van het ontstaan van leven. Wanneer was het nou precies? Waar op de aarde was het? Hoe is dat gegaan? Hoe zag dat eerste leven er dan uit? Nee, dat is echt nog ver buiten beeld. Ja, denk je dat we daar ooit achter gaan komen? Omdat het zoiets is wat zo... Ja, misschien kun je dat nooit meer achterhalen, lijkt mij. Nou, als je dus inderdaad, wat ik net zei, heel strikt bekijkt, zul je dat nooit kunnen bewijzen. Ja, omdat van waar het is begonnen. En, nee, en dat je die exacte plek ook vindt, die kans is ook heel klein. Omdat de aarde staat natuurlijk gewoon letterlijk en figuurlijk niet stil. Mm-hmm. Het aardoppervlak ziet er nu natuurlijk ook totaal anders uit dan een paar miljard jaar geleden. Ja. Dus om die exacte plek in of de zeebodem of een rots of een poeltje te vinden, ja, die kans lijkt me buitengewoon klein. Ja. Want het oppervlak is zo veranderd, gesteente veranderd. Dat is niet meer hetzelfde. Nee. En de exacte tijd wordt ook lastig. Want je moet het doen met sporen en aanwijzingen en indirect bewijs. En bovendien, je kunt wel iets vinden, maar dat is niet het bewijs dat er daarvoor niet nog iets was. Omdat we niet weten hoe dat allereerste leven eruit zag, is het heel moeilijk om te bepalen waar je dan naar moet zoeken. Kunnen we dat wel herkennen? Zijn er sporen achtergelaten? Of is dat gewoon allemaal al lang vergaan? Die kans is natuurlijk heel groot. Ja. Dus ik denk dat het... Ja, we moeten daar wel naar zoeken. En we kunnen daar ook echt nog wel wat stappen in zetten in het vinden van oudere sporen wellicht. Maar... Het zal niet een soort smoking gun zijn dat op geen ergens op aarde gewoon, tadaa, daar hier was het, dit is hem. Dat gaat niet gebeuren. Dus we zullen het dan meer conceptueel moeten bewijzen dat je processen laat zien of reacties laat zien waarin je zegt van kijk, onder deze condities gebeurt er dit en dit en dit. En dat lijkt toch al wel heel erg op leven. Ja, precies. Dus dan gaat het eigenlijk meer om hoe iets van levenloos naar levend is gegaan. Wat zijn nou de cruciale stappen daarin geweest? Dat je van een verzameling stoffen, die er gewoon waren, dat weten we ook. Want er waren natuurlijk allerlei stoffen waren er al op aarde. Ja. Allerlei type moleculen. Hoe zijn die op een moment samen tot iets gekomen? Wat eigenlijk een groter geheel werd. Iets waarvan het meer was dan de som der delen. Ja. Dat geheel, dat heeft een bepaalde eigenschappen ontwikkeld. Dat zijn we leven gaan noemen. En daar kunnen we vast echt wel stappen zetten om dat te begrijpen. Maar dat is nog lang niet... Dat is nog lang niet klaar. Nee zeker niet. Want hoe zou je leven kunnen omschrijven? Of een levend iets... Daar lopen de meningen natuurlijk sterk uiteen, afhankelijk van wat je ook je levensbeschouwelijke visie daarin is. Mm-hmm. Maar in de natuurwetenschappelijke context, bazaal gezien, is het merendeel van de wetenschappers wel over eens dat leven in ieder geval iets is wat zichzelf in stand moet kunnen houden. Mm-hmm. Dus wat moet kunnen zorgen voor zijn eigen energievoorziening. Ja. Dat zichzelf moet kunnen... voortplanten, op wat voor manier dan ook. En dat dan op basis van een soort van programma is. Dus dat de nakomelingen ook daadwerkelijk dezelfde zijn of sterk lijken op de voorouder. Dat moet toch wel het minimale zijn. Maar het moet vooral iets zijn wat zelfstandig kan blijven bestaan. Ja, oké. En meer van zichzelf
Ja, dan want je zou zeggen maken. Van een steen bestaat ook op zichzelf, maar die plant zich natuurlijk niet voort. Nou, niet uit zichzelf. Nee. Die kan wel in tweeën knieven, ja. Maar dat doet hij niet zelf. Nee, die steen die ligt daar maar gewoon. Die verandert wel, maar dat is altijd door invloeden van buitenaf, maar die doet daar zelf niks aan. Zo omschrijf ik het ook in mijn boek. Zo'n steen is niet bezig om een steen te blijven. Terwijl iets dat leeft, is primair bezig om in leven te blijven. Ja. Continu. Ja. Want daar kun je niet mee stoppen, want dan is het voorbij. Dat is wel het grote verschil tussen levenloos en levend. Ja, dus die basale kenmerken moet het in ieder geval hebben. Ja. Of er ook al evolutie plaats moet vinden, dat is nog een beetje een discussiepunt. Maar men zegt van, ja, weet je, het moet op zijn minst een soort van vermogen hebben om zich op den duur te kunnen aanpassen als dat nodig is. Maar ja, zodra je op basis van een bepaald programma of interne instructies ook aan die voortplanting werkt, komt dat er al vrij snel bij. Ja, ja precies. Ja. Omdat je toch altijd mutaties hebt. Die weer, als je daar dus van uitgaat dat je natuurlijk inderdaad op basis van een genetisch programma die voortplanting regelt. Mm-hmm. En dat moet gekopieerd worden. Dan zullen er foutjes optreden. Ja, precies. Veranderingen. En die kunnen de basis vormen voor. Voor evolutie. Ja, precies. En waar staat de wetenschap dan nu op het gebied van leven of van het maken van leven? Dat is heel lastig om te zeggen. Omdat het zo'n... Je kunt daar op zoveel verschillende manieren naar kijken. Ja. Je hebt een grote stroming die probeert van leven eigenlijk terug te redeneren naar iets eenvoudigs. Die zoeken naar wat dan minimaal leven wordt genoemd. En het minimale genoom van wat heb je minimaal nodig. Ja. Dus dan probeer je een al zo eenvoudig mogelijke eencellige nog zo ver te strippen dat je kijkt, wat kan er nog uit? Maar wat hebben we dus minimaal nodig? Wat moet er overblijven? Blijft er dan nog iets leven? Ja, maar als je ziet wat er dan overblijft, dat is nog steeds een heel erg complex geheel. Ook al is het op het oog een heel simpel, eencellig dingetje. Mm-hmm. Het zijn allemaal processen nog die je nog spelen. Het is in ieder geval veel te complex om te zeggen van, nou, dit is in één stap vanuit niet leven, flap, hadden we deze bacterie. Nee, dat kan zeker niet. Dus daar remt het dan af van waar moeten we nog heen. Andere kant zijn veel wetenschappers bezig om te kijken, kunnen we dan vanaf de start beginnen. Maar die start ligt voor heel veel mensen anders. Sommigen beginnen echt heel bazaal. Die zeggen, nou, welke stoffen waren er op de aarde voordat er leven was? Laten we eens gaan kijken, als die met elkaar gaan reageren, wat komt er dan zo al uit? Vinden we dan iets wat lijkt op wat we daarna zijn gaan kennen? Er zijn ook mensen die zeggen van, nou, we gaan ervan uit dat er al een soort van zo'n eerste eencellige was, dat er heel simpel uitzag. Hoe kan zoiets dan bijvoorbeeld zich ontwikkelen tot iets dat zichzelf kan delen? Of kunnen we aantonen dat het dan verandert? En nog weer anderen zeggen, nou, we beginnen met basale biologische eenheden en we proberen eerst maar eens gewoon zelf een levende moderne cel in elkaar te zetten. Want dat kunnen we ook nog niet. Hmm. Ook al halen we nu een bacterie bijvoorbeeld helemaal uit elkaar, dat we alle losse onderdelen hebben en dan weten we best wel goed wat er allemaal in zit. We weten nog helemaal niet hoe je dat, en of dat kan, als je dat samenvoegt, krijg je die bacterie niet terug. Hmm. Dus daar zitten ook nog heel veel vragen van, zit daar dan een volgorde in? Kan dat wel tegelijkertijd? Hoe gaat dat dan eigenlijk in de natuur? Want daar wordt ook maar gewoon steeds een nieuwe gemaakt die het wel meteen doet en wel meteen leeft. Ja. En ons lukt dat nog helemaal niet. Nee. Dus, maar als je vraagt van waar staat de wetenschap nu in leven maken van niet leven naar wel leven? Mm-hmm. Nou, nog helemaal aan het begin. Ja. Ja, dat is echt nog niemand gelukt. Nee. Okay. Nee. Ja. Nee. Ja, en ik moet dan wel gelijk denken aan dat je zegt van, nou, we hebben wel alle onderdelen, maar niet dat stukje wat het levend maakt. Is er dan niet iets wat we niet kunnen zien, zeg maar? Of iets wat er iets meer tussen hemel en aarde? Jij doelt op het idee van een soort geest of een bezieling. Of wordt daarover nagedacht überhaupt? Of? Nou, sommigen natuurlijk wel. Ja. Maar door anderen ook niet. Die zeggen van, ja, weet je, het is gewoon, het feit dat het nog niet lukt wil niet zeggen dat dat dan dus de verklaring is. Nee, we moeten dat ook is gewoon, ook zo. Ja. Daar ben ik ook van overtuigd. Weet je, het is gewoon een enorm ingewikkeld vraagstuk. Mm-hmm. Dus daar zijn we gewoon nog niet. We weten nog lang niet genoeg om dat te kunnen. Precies, ja. En dat zullen ook de meeste mensen die onderzoek zeggen van, ja, we zijn er gewoon nog niet. We weten al heel veel wel, maar we weten nog vooral heel veel niet. Ja,
precies. Dus, ja, dat is net als met... Het andere vind ik zelf ook vaak een beetje een te makkelijke uitweg. Ja, zo, we hebben ja. het geprobeerd, het lukt niet. Nou, dan moet er iets zijn wat we niet zien. Denk, ja, nou, dat vind ik nogal voorbarig. Ja, zeker omdat je nog lang niet zo ver bent eigenlijk. Nee, die conclusie kun je echt nog niet trekken wat mij betreft. Nee. Nee, dan moet ik ook denken aan Occam's scheermes. Dat je alles wegsnijdt, dus alle moeilijke dingen, ingewikkelde dingen eerst wegsnijdt. Of dat je niet allemaal dingen erbij gaat halen die... nog niet aan de orde zijn eigenlijk. Dus, eerst maar een stapsgewijs. Precies, ja. En daar is nog een hele hoop te doen door een hele hoop mensen. Eerst in de kleine stapjes beschrijven en tegelijkertijd proberen het complexe geheel en hoe je dat dan weer samenvoegt. Dat, dat duurt echt nog wel even. Ja, maar op deelstapjes. En ik geloof er ook wel erg in, dat vind ik ook een goede benadering, dat veel mensen proberen die bezig zijn met het maken van een synthetische cel of een synthetische levensvorm of iets wat daar ook maar een beetje op gaat lijken. Proberen ook niet meteen van niet leven naar paf, full blown, wel leven als aspecten te gaan. Mm-hmm. Maar daar zit ook een gradatie tussen. Iets kan wel een beetje levende kenmerken hebben. En dan is het bijvoorbeeld net weer iets meer levend dan het vorige. Hmm. Dat het geen zwart-wit schaal is, maar veel meer een schaal vol grijs tinten. Ja. Van waar zijn we nu precies? Ja, precies. Ja, het heeft waarschijnlijk ook miljoenen jaren geduurd überhaupt om tot leven te komen. Ja, of denk waarschijnlijk je dat het... wel sneller dan het ooit... Hmm. Relatief gezien, op geologische tijdschaal, is het waarschijnlijk best wel snel gegaan. Want het is nu toch een beetje... Ook daar is nog veel onduidelijkheid over, maar dat de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar geleden min of meer klaar zou zijn om dat leven zou kunnen ontstaan. In ieder geval het leven zoals we dat nu kennen. Mm-hmm. En misschien nog wel ietsje later. De oudste echt behoorlijk breed geaccepteerde tekenen van leven, sporen, stammen van 3,5 miljard jaar geleden. Maar... er zijn ook al sporen gevonden die daarop duiden, die misschien al 3,8 miljard jaar oud zijn. Dus daar wordt wel aan geschoven. Mm-hmm. Die 4,5 miljard jaar voor de aarde is misschien nog wat korter. Dus relatief gezien is er een gat van maar een paar 100 miljoen jaar. Dat is steeds wel heel erg lang. Maar, voor ons, ja. Ja, maar als je bedenkt dat we van de eerste ongeveer 2 miljard jaar... van dat het leven bestond op aarde, ging het eigenlijk alleen nog maar om eenvoudige eencellige. Ja, dat is al een spanning van 2 miljard jaar. Ja. Dus dan is van helemaal geen leven naar dat in een paar honderd miljoen jaar... is helemaal niet zo heel erg lang. Nee. Eigenlijk. Nee. Dus dat kan nog relatief vlot misschien wel gegaan zijn. Ja, ja precies. Hm. Maar ja, dat blijft... Dat weten we echt nog niet. Nee. En wat is dan vanuit misschien ook iets uit je boek de meest bijzondere ontdekking tot nu toe? Of wat is echt iets wat wel al veel impact heeft gemaakt op dat gebied? En dan bedoel je over het ontstaan van leven? Ja, of van het wat er al wel is ontdekt. Nou, wat er al in veel gevallen al is ontdekt, is dat heel veel van de moleculen die nu... in al het leven dat we kennen, ook in ons lichaam, heel cruciaal zijn. Mm-hmm. En heel veel voorkomen. Dat die voor een heel groot deel ook al gevormd konden worden zonder dat er leven was. En er werd lange tijd, en hebben we tot ver in de 19e eeuw wel gedacht, dat je had dat er tussen de levenloze wereld en de levende wereld echt een soort enorme scheiding was. Mm, ja. En dat de stoffen die voor leven belangrijk zijn, ook alleen maar in, laten we zeggen, de biosfeer gemaakt kunnen worden. En dat niet zomaar in de levenloze natuur komt. Dat het andere moleculen zouden zijn. Ja, dat daar echt een radicaal ander geheel was. Ja. En een beroemd experiment uit de jaren 50 van de vorige eeuw, van Stanley Miller en Harold Urey, heeft laten zien dat je op basis van hele eenvoudige stoffen, water, ammonia, dat soort hele kleine simpele moleculen waarvan we weten dat die er toen waren, dat je daar, als je dat bij elkaar brengt, krijg je al bouwstenen en moleculen die nu nog steeds cruciaal zijn. Maar die ontstaan gewoon zonder dat daar leven bij nodig is. Dus dan bedoel je dat een waterstofmolecuul samen met...
Ja, dat water, ammonia, wat CO2 bij elkaar, dat reageert. En hoppa, dan krijg je daar nieuwe stoffen uit. Bijvoorbeeld aminozuren, dat zijn de bouwstenen van onze eiwitten. Ja, precies. En de echte doorbraak daarvoor is wel in de 19e eeuw gegenereerd. Toen liet een Duitse chemicus zien dat je urea, een stof, een afvalstof eigenlijk uit ons lichaam, dat je die ook in het lab kon maken. Okay. En dat was al een belangrijke doorbraak in het denken van, hey, iets dat we nu eigenlijk alleen maar kennen uit leven, mm-hmm. kan dus ook gemaakt worden zonder dat er leven aan te pas komt. Ja, precies. Dus dat was al het eerste idee van, hey, misschien is die scheiding tussen levenloos en levend op chemisch niveau, is die er misschien wel helemaal niet. Mm-hmm. En toen kwam daarna dat experiment in de jaren 50 om te laten zien van, kijk, er kan van alles gewoon ontstaan wat we met leven associëren. En dat waren wel hele grote doorbraken in het denken over dat het misschien niet zo'n zwart-wit scheiding is, maar dat daar gewoon, dat het er gewoon een continuum is. En misschien is leven ook maar gewoon een manifestatie, een tijdelijke manifestatie van dezelfde chemie, ja, als dat niet leeft. Die voor een molecuul maakt het niet uit. Nee. Of het in leven zit of niet. Moleculen leven niet. Mm-hmm. En die reageren in dezelfde omstandigheden op dezelfde manier. Mm. Of dat nou in een levenloze of een levende omgeving is. Ja. En dat denken, dat is wel heel belangrijk geweest. Om ook dat hele idee van, ja, leven is echt heel anders. En daar komen andere zaken bij kijken. Of daar spelen andere wetten. Nee, precies. Nee, bijvoorbeeld dan dat wij ook water in ons lichaam hebben. Zo'n beetje ook. Wij zijn vooral water. En bijvoorbeeld dit glas water, dat zijn dezelfde moleculen. Ja, dat is exact hetzelfde. Het water is gewoon echt, het watermolecuul is exact hetzelfde. Of het nou in het glas, in je lichaam, als regen uit de lucht valt, dat maakt niet uit. Nee. En dat geldt voor alle moleculen. Precies. En dat is wel heel, heel belangrijk om te beseffen, dat verschil is er niet. Nee. En dat water gedraagt zich gewoon zoals het zich gedraagt. Ja. Die chemie van die eigenschappen van die moleculen, dat verandert niet. Mm-hmm. En dat maakt het ook zo fascinerend. En daarom denk ik dus ook dat er wel degelijk iets zoiets is als een chemische oorsprong van leven. Dat het gewoon ook een op chemie gebaseerd geheel is, van reacties die zijn gaan lopen en zichzelf in stand zijn gaan houden. En dat is gegroeid tot iets groters. Ja, in plaats van dat het geschapen is of kant en klaar ergens vandaan is gekomen. Ja. Want daarmee verleg je ook alleen maar de vraag. Ja, precies. Want hoe is het daar dan ontstaan? Dat helpt niet. Daar kun je wel hele leuke theorie op nahouden van het leven is vanaf iets anders naar de aarde gekomen. Ja, dan gaan we ons toch afvragen hoe het dan op die andere plek is ontstaan. Dat lost het ook niet op. Nee. En omdat dus eigenlijk alles in de basis hetzelfde is, zou je kunnen stellen van, dan zou het niet een andere oorsprong moeten hebben. Omdat alles dezelfde moleculen heeft, is de oorsprong in principe hetzelfde. Ja, dat denk ik wel. Want wat in meteorieten die op aarde zijn neergekomen, de moleculen die je daar ook vindt, Dat zijn hele bekende, voor ons normale moleculen, waar wij ook voor een groot niks, deel uit bestaan. Niks buitenaards, iets geks. En wat je net ook zei, wij bestaan inderdaad vooral uit water. En dan, dat klopt. En dan daarnaast ook, als je kijkt, gewoon de chemische elementen waar we uit bestaan. Koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof, dat zijn echt een groot, en dan nog een paar andere erbij. Mm-hmm. Maar het is allemaal heel gewoon eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Gewoon wat er ook, wat er overal. Sowieso dat al het leven zo ontzettend op elkaar lijkt, vanuit dat oogpunt. En mm-hmm. dat komt ook zo ontzettend overeen met de levenloze natuur om ons heen. Ja. Dat we daar gewoon, het is eigenlijk meer gewoon één geheel. Ja, het gedraagt zich tijdelijk anders. Ja. Maar de basis waaruit het is opgebouwd is niet radicaal anders. Er is dus geen grote scheiding, wat mij betreft, tussen die sferen. Nee, precies. Nee, wat ik dan ook wel heel interessant vind, is dan weer die overgang naar de dood natuurlijk. Dus hoe weten we daar al iets van? Dat is ook behoorlijk onbegrepen, wat dat nou echt is. Kijk, je kunt bij een eencellige, is het nog relatief, mag je zeggen, wanneer gaat iets dood? Ja, als het membraan, dus het omhulsel van de eencellige, lek raakt. Ja. En het loopt gewoon leeg. Uh-huh. Ja, dan houdt het op. Maar bij meercelligen, zoals wij, is dat al lastiger. Wat is nou het cruciale moment? Ja. Wanneer
raakte blijkbaar zoveel uit balans of stuk dat we niet meer terug kunnen. Want het lichaam kan heel veel schade herstellen. Mm-hmm. Het kan ook best delen missen en toch doorleven. Maar er komt dus een punt van niet meer. Maar wat is dat dan? Is het te veel schade tegelijkertijd? Gaat er iets zo cruciaals kapot dat het systeem zichzelf niet meer kan redden? En daarna, ja, alles zit er nog in. Ja. In je lichaam. Heel veel chemische reacties gaan natuurlijk ook gewoon door. En dan komt er weer allerlei andere leven bij kijken. Mm-hmm. Wat weer verder leeft op iets dat sterft. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Precies, ja. Ja, want je leven als geheel stopt niet. Alleen dat in die ene levensvorm. Ja, precies. Is dan even weg. En het wordt allemaal weer hergebruikt. En alle atomen waar je uit bestaat. Dus dat zijn weer, waar moleculen zijn weer opgebouwd uit atomen. Dus dat zijn echt de chemische elementen. Zoals koolstof, stikstof, zuurstof, ijzer. Die blijven ook gewoon op aarde. Ja, die verdwijnen niet opeens. En die worden weer ergens anders ingebouwd. En dat wordt weer iets anders. Ja, precies. Dus het blijft ook allemaal hier. Dus het is ook zo heel erg één geheel. Ja, ik had zo'n anekdote van de show van Lieve Schijren. Ja. Dat ook wetenschapper, comedian. Ja, met Live in Nerdland. Ja, zijn theatershow. Ja. En dat hij ook vertelde van Julius Caesar, die was overleden. En dat dan het water uit zijn lichaam verspreid is over de aarde. En dat wij nog steeds zoveel moleculen in het waterglas per glas zitten. En dan zit er nog iets in van Julius Caesar. Ja, en de CO2 die hij heeft uitgeademd. Overal. We zitten, ja. Ja, dat is, maar kijk, het zal lastig worden om precies aan te tonen welke nou van de oude Julius was. Ja. Maar het klopt wel. Het blijft allemaal hier. Ja, precies. Ja. Nee, dat is wel bijzonder. Ja. En wat betreft nieuwe toepassingen. Ja. Dat vind ik ook heel erg interessant natuurlijk. Want het gaat natuurlijk over het ontstaan van leven, maar ook... Ja, maar dat is eigenlijk maar een klein, relatief klein deel. Precies. Dat is wel heel erg interessant om te onderzoeken. Maar je kan je natuurlijk rationeel ook afvragen van oké, maar... We weten het nu niet en we leven ook prima door. Dat is natuurlijk ook zo. Nee, wat je met... door te onderzoeken hoe leven kan ontstaan... Mm-hmm. En dan niet zozeer waar precies en wanneer precies... Maar gewoon als concept. Hoe kunnen we van iets levenloos naar iets levend gaan? Daar heb je natuurlijk, denk ik, meteen iets aan om nu iets mee te doen. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen hoe cellen werken... Hoe materialen in ons lichaam werken. Mm-hmm. En dat je daar dan gericht iets aan kunt verbeteren. Om schade te herstellen. Zoals ook die enzymen die je noemde bijvoorbeeld. Ja, voor de productie. Stel dat dat lukt. Dat je op basis van het natuurlijke voorbeeld dat kunt doen. Stel dat je dan ook een cel kunt maken. Misschien ook met een natuurlijk voorbeeld. Maar die je dan echt kunt inzetten om gericht iets te produceren wat je nodig hebt. Daar zie ik ook een echt concrete toepassing. Dat je dus veel meer afgaat van de klassieke chemische industrie die we nu kennen. Als in medicijnen? Medicijnen, kunststoffen, materialen. Mm-hmm. Alles wat nu op grote schaal wordt geproduceerd. Waar vaak of hoge temperaturen voor nodig zijn. Of organische oplosmiddelen die we eigenlijk niet heel goed daarna kunnen gebruiken. Die milieuschade met zich mee kunnen brengen. Mm-hmm. Gezondheidsschade ook. Je hebt vaak katalysatoren nodig op basis van bijzondere metalen, dure metalen, zeldzame metalen, giftige metalen. Soms ook nog hoge druk heb je erbij nodig. Dus dat zijn allemaal condities die veel energie vragen. Ja. Het energieverbruik is hoog en het verwerken van het afval wat eruit komt is lastig. En als je nou dat kunt vervangen door een levend of bijna levend... productiemiddel, zoals nu gebruiken we ook al bacteriën en schimmels en gist om van alles in te produceren. Ja. Als je dat nog verder kunt uitbreiden om op die manier stoffen die we nodig hebben te produceren, zonder dat je die enorme energietoevoer nodig hebt, want je hebt bijvoorbeeld geen... Kijk, leven werkt het best bij een graad of 6, 37 in een waterige omgeving. Nou, als je dat dus kunt doen in plaats van hoge druk en hoge temperaturen, chemicaliën die je daarna eigenlijk niet meer goed kwijt kunt, mm-hmm. dan kan je denk ik enorme winst behalen in de manier waarop wij nu zaken produceren.
Ja. Dus daar al. Maar ook het ontwikkelen van materialen met levende kenmerken. Kun je aan dingen, materialen die meer kunnen dan één ding. Zodat ze bijvoorbeeld of langer meegaan of minder onderhoud nodig hebben. Of dat ze zichzelf repareren? Of iets. Zichzelf repareren is een hele goeie. Ik gebruik vaak het voorbeeld van onze huid. Ja, als daar een sneetje in zit, dan heelt zich dat vanzelf. Ja. Dat vinden we heel normaal. Maar als je een gat in je fietsband hebt, doet het dat niet. Mm-hmm. Dan sta je raar te kijken als die opeens zichzelf heelt. Ja. Nou, als je dat al kunt doen, dat zou voor de fietsband al fijn zijn. Maar als je dat bijvoorbeeld kunt realiseren voor zoiets als verf. Mm. Verf in de gebouwde omgeving. Verf of andere coatings gebruik je om het onderliggende materiaal te beschermen. Maar als die verf beschadigd raakt, is het die beschermende functie kwijt. Het zou toch heel fijn zijn als daar komt iets scherps op of door wat voor invloeden dan ook slijt die verflaag. Als die zichzelf een tijdje kan herstellen, ja. Dat scheelt natuurlijk enorm. Mm-hmm. Dat soort, en dat klinkt allemaal heel gewoontjes van wat hebben we daar nou aan. Maar dat zou echt revolutionair zijn. Ja, dat lijkt mij ook. Als je andere bouwmaterialen hebt die ook zich kunnen aanpassen. Dat je in koude weersomstandigheden isoleren ze goed zodat je de warmte binnenhoudt. Terwijl in warmere omstandigheden reflecteren ze, zodat het binnen koeler blijft. Mm-hmm. Als je dan kunt zien wat je kunt besparen aan energie voor verwarming en verkoeling, bijvoorbeeld. Ja. Of als je gaat naar materialen waarmee je de invallende zon meteen kunt omzetten in een energiebron. Ja. Die je ook weer meteen kunt toepassen. Dat is nog ver weg, sommige dingen. Maar dat. En dan moet je kijken naar hoe materialen in de natuur dat doen. Die leven en die kunnen dat. Zoals een blad. Planten, ja, een blad is een zonnecel en een productiemechanisme. En het laat het water eraf rollen. En het kan zichzelf, het kan een nieuw groeien. Mm-hmm. En het planten, maar ook ons eigen lichaam. Hoe dat materialen regenereert. Hoe je bijvoorbeeld als je een botfractuur hebt, dat het bot groeit weer opnieuw. Ja. Maar als je dat dus op een goede, als je kijkt van hoe gaat dat dan? Wat kun je daarmee doen? Kun je en gebruiken om intern dat soort schade te herstellen, maar ook die inspiratie te gebruiken voor andere toepassingen om ons heen. Mm-hmm. Ja. En daar zit denk ik de grote waarde van dit type onderzoek, is dat je in de zoektocht naar begrijpen wat leven is, hoe het werkt en hoe het misschien ooit is ontstaan, die spin-off die je daar tijdens krijgt, die gaat tot allerlei toepassingen leiden en dat doet het al. Ja. We hebben bijvoorbeeld al zoiets als een zelfgroeiende hartklep. Mm. Dat soort zaken bijvoorbeeld. Of allerlei andere regeneratieve toepassingen in je lichaam. Waarin je het lichaam stimuleert om dat zelf, ja, in dat weefsel. Ja. Maar dat is nu nog binnen een levend systeem. Ja, dat is nu nog binnen een levend systeem. Het kan nog niet op een deur bewijzen van. Of, nog niet, maar nee. Bijvoorbeeld er wordt veel gewerkt aan glasachtige materialen. Zoals beeldschermen. Mm-hmm. Die je dan zelfhelend zou kunnen maken. Ja. En dat is nog niet klaar, maar daar wordt wel veel aan gewerkt. Zachte materialen ook die dan zichzelf weer vullen. Denk bijvoorbeeld ook aan kunsthuid voorbij protheses. Ja. Daar zijn echt al materialen die, als daar een snee in komt, zichzelf herstellen. En zo goed dat de elektronica die erin zit ook mee herstelt. En daarna weer net zo goed werkt als daarvoor. Ja. Dat, oh, wow. En dat is dan, maar voor prothese toepassingen denk ook aan soft robotics. Mm-hmm. Dus inderdaad robots van zachte materialen die dat soort dingen kunnen. Ja. Dat gaat heel hard. Ja. Nee, en dat is ook een soort van, dat leeft niet, maar het heeft wel kenmerken die heel erg lijken op hoe een levend systeem problemen oplost. Precies, want het is niet de bedoeling dat het zichzelf gaat als in vermenigvuldigen. Dat kan in sommige fronten best wel een optie zijn. Ja. Stel je het in een product. Of dat je kleine robotachtige dingetjes gebruikt om bijvoorbeeld ergens een vervuiling op te ruimen op een plek waar je zelf niet goed bij kunt. Mm-hmm. Dan kan het heel prima zijn. Je zegt, nou, er gaan een paar heen. Die vermenigvuldigen zichzelf. Als de vervuiling groter blijkt dan gedacht, is er dus meer brandstof voor die dingetjes. Ja. Komen er meer, ruimen het op. Mm. En dan is het er niet meer. Dan breekt het af. Ja, precies. Dus dat zijn dan geen levensvormen. Maar het kan meer dan de dingen die we nu hebben. Dus dat zit ergens in die tussenschaal. Ja, precies. Nee, want er zullen misschien ook al mensen denken van, jeetje, straks gaat zo'n robot dan bewijzen van alles overnemen, je lichaam overnemen en de wereld overnemen. Ja. Daar zijn zoals natuurlijk de wel. Mens dat ooit ook heeft gedaan met de rest van de wereld. Ja, ik ben daar niet zo bang voor. Nee. Okay.
De stappen worden vaak zo groot gezet. Mm-hmm. Mensen hebben onuitroeibare neiging bijna om, als het gaat over leven, namelijk ook meteen aan zichzelf te denken. Mm-hmm. Alles wordt op de mens geprojecteerd. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Nee. Het leven waar het in dit soort onderzoek om gaat, hebben we het over hele kleine zaken die ook nog helemaal niet per se, die ook helemaal geen intelligentie bij zich dragen. Of bewustzijn überhaupt. Bewustzijn, ja. Dat weten we ook nog helemaal niet wat dat nee, is. Nee. Dus nee, je kunt allerlei angstvisioenen daarop loslaten. En misschien is het hartstikke leuk om daarover te fantaseren. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het een reële benadering is. Nee, precies. Ik denk dat er allemaal andere dingen zijn om bang voor te zijn. Ja. Slimme robots zijn misschien wel de redding van domme mensen die rare dingen doen. Ja, daar kan je ook wel je twijfels bij hebben. Of de mens nou, maar misschien. Oh ja, of dat nou zo'n goede keuze was. Ja, nou, ontwikkeling die, is. Die is er ook, maar die heeft ook zo zijn fouten. Ja, absoluut. Ja, is ook zo. Ja, ja, ook voor andere levensvormen op ook, aarde. Dus ja, en ik denk inderdaad, ik ben helemaal niet anti-mens daarin, zeker niet. Maar om nou te doen alsof al het andere meteen slecht is of meteen bedreigend. Dat is niet de manier waarop ik erin sta. Nee, en dan is er natuurlijk ook geen vooruitgang. Als je gelijk al niet open staat voor dat soort ontwikkelingen. Ja, dan komt het is vaak ook heel selectief. Hmm. Waar mensen dan wel en niet voor openstaan. Ja, precies. Ja. Ik zou zeggen inderdaad, kijk ernaar. Je moet overal, naar alles wat je ontwikkelt, moet je kritisch kijken. Ja, goed nadenken van, is dit de beste oplossing? Mm-hmm. Waar zou het fout kunnen gaan? Kunnen we dat dan controleren? Maar om bij voorbaat het niet te doen. Nee. Vanuit toch vrij ongefundeerde zorgen. Nu, daar ben ik niet voor. Nee, precies. Nee. En dan vroeg ik me ook nog wel af, wat betreft buitenaards leven. Ja. Zit daar dan nog een, kunnen we daar iets over zeggen dan? Dat daar ook bepaalde voorwaarden voor nodig zijn? Denk je dat dat universeel is? Dus in het hele universum, dat daar dat leven op dezelfde manier wordt gemaakt? Of zou er ook een totaal andere levensvorm kunnen bestaan? Ik denk het wel. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat leven alleen maar de vorm kan aannemen die wij hier nu kennen. Mm-hmm. Hoe die dan zou moeten zijn, ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig om te bedenken. Ja. Maar als je ervan uitgaat dat vanuit materie, dus stoffelijke zaken, in bepaalde condities gedrag kan ontstaan dat wij leven noemen. Mm-hmm. Ja, dan zou dat ook best met andere moleculen kunnen dan degene waar nou toevallig net ons leven uit is ontstaan. Ja, ja, omdat de aarde natuurlijk bepaalde voorwaarden had, zoals de atmosfeer en dergelijke. Is het dit geworden? Is het zo aangepast daarop? Het is ook dit geworden omdat dat in die condities werkte. Ja, precies. Ja. Er zullen misschien ook wel allerlei andere vormen zijn ontstaan. Of die deels erop lijken of deels niet, maar die het gewoon niet hebben gered. Ja, ja. Dat is natuurlijk het probleem. We kennen alleen dit leven. Ja. En vaak wordt er dan dus ook alleen maar gedacht van, nou, dat is dan dus ook het enige leven wat er kan zijn. Ja, omdat je maar dat is natuurlijk heel, dat kun je denk ik, nou, dat kun je in ieder geval niet hard maken. Nee, omdat er vaak ook wordt gezocht naar water op planeten en dat soort dingen. Dat is op zich ook wel terecht, want je kunt natuurlijk, het is ook ontzettend lastig. Net als dat we geen idee hebben van het allereerste leven op aarde, waar moet je dan naar zoeken? Ja. Weten we dat als we gaan zoeken naar buitenaards leven, het enige wat we kunnen herkennen is iets dat op zijn minst een beetje lijkt op deze vorm van leven. We moeten ergens naar zoeken. Naar zoeken en als je, als we het niet herkennen en we weten niet hoe het eruit ziet of wat het doet, ja, dan kun je de signalen daarvan niet oppikken. Dus dat is één. En er is volgens mij ook geen enkele reden om te denken dat het alleen hier heeft kunnen ontstaan. Dat kan bijna niet, denk ik. Nee, als je kijkt naar hoeveel planeten er zijn in het universum. Of er ergens anders een vorm is die exact zo is als de onze. Ja, geen idee. Nee. Daar kan je ook volgens mij, ook daar. Weet je, en de tijdschalen zijn ook heel groot. Ik bedoel, hier leeft nu, is er al een paar miljard jaar leven. Mm-hmm. Maar dat had ook al lang makkelijk weg geweest kunnen zijn. Ja. Dus het kan ook zijn dat het misschien elders ver weg in het heelal ook wel een keer is iets levens is ontstaan. Ja. En dat is er al niet meer. Mm-hmm. Gaan we daar ooit achter komen? Het is zo, die afstanden zijn zo groot. En wat kunnen we dan zien? Welk type signalen kunnen we oppikken? Ja, precies. Maar ik denk dat er geen goed gefundeerde
theorie is die hard maakt van het is alleen hier en verder nergens. Nee, dat lijkt me heel sterk. Ja, en er zijn wel misschien bepaalde voorwaarden aan leven. Wat je net ook zei over dat bepaalde, of het moet zichzelf kunnen onderhouden. Ja, als je dat is een voorwaarde die dan waarschijnlijk wel universeel. Daar moet je dan eens zeggen, nou, dit is wat wij leven noemen. Ja, ja. Dan heb je in ieder geval een paar criteria om naar te kijken. Ja. Dat is denk ik wel heel anders. Dan heb je helemaal niks. Niks, nee. Nee. Maar om dat te gaan vinden, dat is natuurlijk heel spannend en heel leuk. Mm-hmm. Maar dat is nog niet zomaar gedaan. Nee. En het is ook daar is het zal heel moeilijk zijn om daar echt harde conclusies over te trekken. Mm-hmm. Want ja, hoe bewijs je dat iets er niet is? Dat is bijna niet te doen. Nee. Daar kom je niet. Nee. Hoe bewijs je dat nou? Ja. Ja. Het blijft weer allemaal indirecte signalen. Ook, kijk, de kans dat we gewoon nu opeens door een beeld zien van een levensvorm die op dit moment leeft en we zien die bijvoorbeeld bewegen of zo, ja, die kans is natuurlijk niet heel. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet is. Nee. Dat maakt het zo is lastig. Het zo, ja. En ook heel fascinerend natuurlijk. Ook fascinerend, maar je moet je daar ook weer niet, denk ik, helemaal op hol laten draaien. Mm. Of daar als een gek draaien van het zal daar wel zijn. Nee, het kan er ook net zo goed niet zijn. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind de zoektocht naar buitenaards leven, natuurlijk vind ik dat ook interessant. Maar ik vind het nog interessanter om eerst ook eens te kijken van, hier op de planeet waar we zitten, waar we bij kunnen, weten we het al niet. Nee. Ja, dat vind precies. Ik dan nog net ietsje intrigerender eigenlijk. Ja, om daar dan achter te komen wat. Hier kun je tenminste nog testen doen. Je kunt dingen bekijken. Ja. Je kunt er van alles op loslaten. En hier is het al vooralsnog volstrekt onduidelijk. Ja, ja, de kans dat je het dan uit een ver weg signaal gaat analyseren. Ja. Tricky hoor. Dat is dan ook misschien de reden dat je hebt gefocust ook op het leven hier. Of de chemie op aarde. Ja. Dat, ja, zeker. Ja. Kijk, die chemie is behoorlijk universeel. Mm-hmm. Maar ja, dat zegt nog niet genoeg. Nee. Kijk, het feit dat er moleculen gemaakt worden, ook in de ruimte, die ook op aarde voorkomen en die voor een deel ook in leven voorkomen, dat geeft al aan van die chemie is er gewoon. Ja. Die reacties vinden plaats, maar dat wil helemaal niet zeggen dat er dus ook leven is. Nee. Zo direct kan je die link echt niet leggen. En denk je dat we er ooit achter gaan komen hoe we leven kunnen maken? Dat denk ik wel. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want we zijn er nu nog niet, maar dat duurt ook nog wel heel lang. Ja. En ik denk ook nog steeds dat er heel veel discussie zal zijn op het moment dat iemand claimt van, hé, wij zijn van levenloos naar leven gegaan, kijk maar. Ja. Dat gaat een discussie van je welste worden. Iedereen die gaat zeggen, nou, dat vinden we geen leven, dan krijg je die definitiekwestie weer. Ja. Dat is allemaal nog lang geen uitgemaakte zaak. Maar ik zie vooralsnog niet waarom het niet ooit zou lukken om in bepaalde condities die stappen te zetten. Ja. Ja. Ik zou het al eerst ook al heel spannend vinden alsof het lukt met het synthetische celproject, wat probeert op basis van gewoon de bouwstenen die we nu kennen, op basis van een moderne cel, die weer opnieuw in elkaar te zetten en aan de praat te krijgen. Dat gaat ook vast wel lukken, maar dat is al heel erg lastig. Mm-hmm. Dus die andere stap zal nog veel lastiger zijn. Ja. Maar om nu te concluderen dat dat nooit gaat lukken, nee, dat lijkt me absoluut voorbarig. Nee. Ik zie geen reden waarom het niet zou lukken. Alleen wanneer het gaat lukken en hoe? Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel lastig te voorspellen. Als je dat zou weten, dan dan was het geen wetenschap meer eigenlijk. Want dan weet je al hoe het moet. Precies, ja, dan had je het nu al. Ja. En denk je dat veel impact gaat hebben op ons leven, op de mens? Op... Op het leven in het algemeen. Nee, kijk, nu nu nog steeds, hoe goed we leven ook al kunnen manipuleren en sturen en repareren en beïnvloeden. Alles wordt toch geboren. Mm-hmm. Alles wat nu leeft is ontstaan uit iets anders dat leeft. Ja. Die fase zijn we nog niet voorbij. Mm-hmm. Dus op het moment dat wel lukt, dan heeft dat natuurlijk, zet dat wel heel veel op zijn kop, denk ik. Ja, ja. Dan kun je je leven gaan bouwen, echt gewoon gaan maken. En wat kun je dan maken? Ja. En heeft dat dan ook zin? Want het leven is zo ontzettend goed in zichzelf voortplanten. De kans dat we dat in het lab sneller beter kunnen, dat is ook misschien niet heel nuttig.
Nee. Waarom je het zou doen. Ik denk dus ook nog steeds dat je dat dan niet zou gaan gebruiken om maar gewoon meer leven te maken. Mm-hmm. Ik denk dat dat niet echt een zinvolle exercitie is. Maar veel meer, waar we het net ook over hadden, om te kijken van kunnen we dan iets maken wat we kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor de productie van het een of het ander. Problemen die er echt zijn. Ja, van hele concrete problemen op te lossen. Ja, dus niet zozeer van, oh, dan gaan we bepaalde beesten bouwen of dieren bouwen of we gaan mensen bouwen. Of, ik zie nu nog niet waarom je dat zou doen. Nee. Maar dat wil, ja, dat is ook lastig. Het is sowieso altijd volgens mij tot nu toe onmogelijk gebleken om de echte grootschalige toepassingen van nieuwe doorbraken te voorspellen. Hmm. Dat lukt bijna nooit. Nee. Het is altijd iets, er komt altijd iets heel anders uit dan misschien vooraf werd gedacht. Ja. Dat is nu al zo vaak gebleken. Dus ik denk dat je daar helemaal niet. Je kan wel iets bedenken, maar we kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Nee, nee. Dus daarom is het ook heel interessant om te blijven volgen, denk ik. Juist. Ja, zeker. Ja. Om te kijken welke ontwikkelingen er zijn. En, hoe dat gaat. Waar gaat dat dan heen? En welke vragen kunnen we ondertussen wel beantwoorden door te zoeken naar dat veel grotere antwoord? Want dat is ook wat je vaak ziet. Het past in een groot plaatje, maar ondertussen wat er uitkomt uit het gewone dagelijkse kleine detailonderzoek, daar zitten vaak ook weer grote doorbraken in of grote toepassingen die niemand had kunnen voorspellen. Ja. Dus het feit dat je ermee bezig bent en ernaar zoekt, dat gaat vooral heel veel opleveren. Misschien wel meer dan het einddoel. Ja, is er iets wat jij hoopt wat er, wat er mee kan gaan gebeuren? Of wat er gevonden gaat worden? Of je denkt, als daar nou een oplossing voor komt? Ik zeg het weer. Ik denk de manier waarop wij de zaken die wij nodig hebben produceren, hoe we daarmee omgaan, hoe we daar qua afval ook mee omgaan. Als we dat slimmer kunnen doen. Nu hebben we toch nog heel veel dingen die maken we of die laten we groeien. Daarna die gebruiken we. Daarna verbranden we in feite de hele boel. Yeah. Dat levert uiteindelijk weer water en CO2 op. En dan beginnen we weer helemaal opnieuw. Yeah. Dat moet slimmer kunnen. Dus eigenlijk net zoals de natuur ook eigenlijk alles hergebruikt. Moet echt veel slimmer kunnen. En daar kan dit, de chemie in het algemeen, en ook op deze manier daarnaar kijken, dat je daar veel meer vooraf over nadenkt van wat zijn we nu aan het maken en wat kan het daarna nog. Mm-hmm. Dus dat je van het idee van afval, waar niemand iets mee weet, wat daar maar ligt, dat je daar afkomt en daar veel meer over na gaat denken. Inderdaad, net zoals inderdaad in een groot ecosysteem dat ook gebeurt. Ja. Daar zie ik echt, daar moet iets op te verzinnen zijn op een goede manier. En dat zou natuurlijk een enorme vooruitgang betekenen. Ja, kijk maar naar het klimaatprobleem. Qua energieverbruik. Qua afvalstromen. Mm-hmm. Als je dat slimmer kunt doen, dan moet de leefbaarheid een stuk omhoog gaan. Dat kan bijna niet anders. Dat zie ik als een grote. Mm. En ook nog slimmer omgaan met ziekte bijvoorbeeld. Ja. In preventie, in zelfherstel, maar ook de geneesmiddelen die we nu gebruiken is over het algemeen toch gewoon een mokerslag. Ja. En ontregelt van alles erbij. Al die bijwerkingen. Je doet meer dan alleen maar heel specifiek het ene aanpakken. Dus als je dat gerichter kunt doen, daar zijn ook denk ik nog heel veel stappen in te zetten. Dat wat beter kan. En daar heb je dus ook wel levende. Als je weet hoe bepaalde systemen dat in de natuur doen bijvoorbeeld. Of in andere levende systemen. Dat niet. Ik denk niet dat andere levende systemen daar per se beter in zijn dan het menselijk lichaam. Maar meer als je beter begrijpt wat er nou allemaal precies gebeurt in zo'n cel. En de effecten die dat heeft. En hoe zo'n levend systeem omgaat met een grote verandering. Ja. Dat je dan beter begrijpt wat je aan het doen bent. Als je probeert ergens een bepaalde stap te blokkeren. Want dat is vaak nu een geneesmiddel nu. Blokkeert bijvoorbeeld een stap. Mm-hmm. Een omzetting van stof A naar stof B. En dat willen we niet. Dus geven een geneesmiddel wat die stap bijvoorbeeld blokkeert. En dan hoop je, hebben we geen B meer, geen probleem. Ja. Maar in de praktijk blijkt het natuurlijk dat daar vaak dan allerlei andere problemen ontstaan. Of de cel vindt wel een andere route naar B. Ja. En dat zijn allemaal netwerken.
En daar zijn we nog maar aan het begin om te begrijpen wat dat nou precies doet. Dus als je daar wat, ook wat slimmer mee om kunt gaan, dat je gewoon beter begrijpt wat je doet, ja, zal dat ook echt een grote invloed hebben, denk ik. Mm. Ja, dat zijn wel twee hele mooie ontwikkelingen, ja, als dat echt... Daar valt echt nog heel veel in te verbeteren. Ja, precies, ja. En jij schrijft daarover dus en houdt, ja, dat op de hoogte. Is er nog een nieuw boek in de maak of iets? Ja, er zijn zeker nieuwe dingen in de maak. Okay, ik kan er nog niet veel over vertellen. Maar jawel, altijd ideeën genoeg. Ja. Dit is zo'n fascinerend veld waar zoveel in gebeurt. En wat ook, los van dat het volgens mij ook de nieuwsgierigheid prikkelt van heel veel mensen, gewoon omdat het leuk is om erover na te denken, mm-hmm, zit er ook echt een hele... grote maatschappelijke relevantie bij. Ja. Bij dit type onderzoek. Mm-hmm. Wordt dat ook wel zo herkend? Zo ik gezien? Denk het wel. Ja. Ja. Als ik daarover praat met mensen, dan ziet iedereen wel het nut van slimmer produceren, nieuwe strategieën om ziekte te bestrijden. Dat lijkt mij ook wel. Dat is het, nieuwe materialen die betere dingen kunnen. Niemand zegt van, nou, dat hebben we echt totaal niet nodig. Nee, hoor. Nee. Er wordt misschien niet altijd direct de link gelegd met chemisch onderzoek. Nee, dat denk ik ook, ja. Maar ik kom weinig mensen tegen die daar dan ook weer... Van, nou, dat vind ik onzin. Of dat moet op een andere manier. Niet, of van, goh, heeft dat ermee te maken? Nee. Mm-hmm. Ik merk toch dat veel mensen dat wel interessant vinden om over na te denken en iets over te lezen. Ja, ja, ik hoop ook dat mijn luisteraars dat ook nu denken. Van, ja, dat hoop ik natuurlijk ook. Ik denk dat, tenminste, ik heb wel scheikunde op de middelbare school gehad. Maar ik wist nooit, of ik ben meer een alpha persoon. Maar ik wist ook nooit zo, je weet dan wat de moleculen zijn en zo. Maar dat is al heel wat. Maar dat is een goed begin. Dat je zoveel ermee kan en zoveel oplossingen ook kan vinden voor hedendaagse problemen, dat maakt het echt heel erg interessant. Ja, nee, dat is toch ook wel een belangrijk ding. Dat is ook iets wat ik toch ook graag altijd probeer over te brengen. Is dat alles wat we om ons heen zien, mm-hmm, en deels ook niet zien, zoals de lucht om ons heen bijvoorbeeld, en waar wij uit bestaan en al het andere wat leeft uit bestaan, dat uiteindelijk alle eigenschappen daarvan en hoe al dat zich allemaal gedraagt, dat komt in de basis, zit dat de moleculen waar het uit is opgebouwd. Ja. Welke zijn dat en hoe reageren die met elkaar? Mm-hmm. Die continue stroom aan heel veel kleine reacties die de hele tijd plaatsvinden, maken jou tot wat je bent. Precies, ja. Eigenlijk is chemie overal, ja. Ja, we zijn een soort een wandelende grote chemische plant eigenlijk. Een grote chemische fabriek. Ja. En dat geldt echt voor alles om ons heen. Mm-hmm. Dus dat besef, dat is wel belangrijk, vind ik. Ja. Om te begrijpen ook waar bepaalde zaken ontstaan, of waar ergens problemen ontstaan of mogelijkheden, dat te maken heeft met iets wat zich op een schaal van een miljardste meter afspeelt. Daar zit het. Ja. Ja. En als het daar dus fout gaat, dan heeft dat enorme gevolgen. Absoluut. Want zoiets als ziekte ook, dat is uiteindelijk, inderdaad, zijn dat allemaal simpele A plus B is C-achtige reactiestappen, mm-hmm, die dan ergens fout lopen. Ja. En het effect is enorm. Mm-hmm. Maar op moleculair niveau zijn het dat soort stapjes. Ja. Ja, en hoe meer we daarover weten, hoe meer oplossingen we kunnen vinden. Ja. Ik denk wel dat een oplossing vinden altijd wel start bij begrip hebben van het probleem. Ja, ja. Weten wat er überhaupt aan de hand is. En dan hoef je nog niet alle details te weten, maar dan moet je in ieder geval mee beginnen om te kijken van wat kunnen we dan doen. En dat gaat gaandeweg. Je hebt een soort van oplossing, die werkt niet helemaal. Ondertussen begrijp je iets beter wat er gebeurt en dan pas je dat weer aan. Dat blijft natuurlijk met kleine, het zijn ook kleine stapjes. Het zijn hele kleine stapjes. Ja. Maar die samen wel een grotere oplossing kunnen bieden. Ja. Ah, mooi. Ja. Ja. En waar kunnen mensen jou volgen als we jou graag willen? Het beste via Nemo Kennislink. Dat is www.nemokennislink.nl. Mm-hmm. Daar schrijf ik regelmatig artikelen op over dit soort onderwerpen. Ja. We hebben een themapagina Leven bouwen met moleculen. Die past hier natuurlijk heel erg bij, volg ik dat nieuws. En een thema Oorsprong van leven.
Mm-hmm. Nou, die naam zegt het ook al waar het over gaat. Dat zijn de thema's die ik coördineer. Dus daar valt veel op te lezen. Maar goed, op de hele site valt veel interessants te lezen over dit en ander onderzoek. Dat is denk ik de beste plek om, om mijn werk in de gaten te houden. En dat is ook, Nemo Kennislink is ook gewoon echt voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat proberen we ook, dat het voor iedereen toegankelijk en interessant is. Dat je daar iets kunt vinden. Wat je interessant vindt. Ja. En dat is een groot bestand van verhalen. Dus ik denk dat iedereen daar wel iets kan vinden wat tot de verbeelding spreekt of informeert. Dus dat is de beste plek. Ja, en natuurlijk je boek. En mijn boek, ja. Makers van Leven. Ja, dat gaat te koop in boekhandels door het hele land. Ja, precies. Nou, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Leuk. Ja. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb er in ieder geval echt ontzettend veel van opgestoken. En wil je meer over dit onderwerp weten, dan raad ik je het boek Makers van Leven echt aan om te lezen. De show notes vind je op suzannedelink.nl/podcast. Dan kun je ook nog even rustig teruglezen wat we hebben besproken en ook alle andere afleveringen bekijken. En als je deze podcast tof vindt, laat dan een review achter op iTunes. Dat zou ik enorm waarderen en helpt mij weer om beter zichtbaar te worden. En heb je vragen of feedback, laat me dat vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje via mijn website sturen, suzannedelink.nl, of via Twitter of Instagram. Ik heet daar gewoon @suzannedelink. En heel graag tot de volgende aflevering. Doei!